Goeiedag. Ja, het weekend staat voor de deur. En het ziet er naar uit dat we met heel wat buien te maken gaan krijgen. Zeker op zaterdag zullen er dan ongetwijfeld ook regenbogen worden gespot. Want tussen de buien door zijn er ook wat opklaringen. Woeste luchten af en toe. Dit is ook zo'n mooi voorbeeld met zo'n regenboog erbij. En misschien dat er lokaal ook wel wat hagel gaat vallen. Ik sluit dat helemaal niet uit, want de bovenlucht is flink afgekoeld. We beginnen even met vrijdagmiddag. Dat is een regenachtige middag. Deze neerslagband die trekt naar het oosten weg en zorgt voor regen in de middag en ook nog wel in een deel van de avond. Dan komen er opklaringen in de nacht. Dat betekent een frisse nacht. En morgen dan buien. En niet alleen morgen, ook zondag is dat het geval. En dan komt er een lage drukgebied dichterbij. En dan lijkt het er zelfs op dat op zondag de buien nog wat meer kunnen gaan samenklonteren. En dat het dan ook nog overwegend bewolkt is. Op maandag daarentegen ziet het er allemaal weer wat vriendelijker uit. Als een hoge drukgebied, een uitloper van een hoge drukgebied over ons land trekt en waarschijnlijk de buienactiviteit gaat onderdrukken. Maar een wisselvallig weekeinde dus. Na de regen van vrijdagmiddag krijgen we dan in de avond geleidelijk aan opklaringen. En in de nacht kan het dan al flink afkoelen in sommige delen. Zeker waar die opklaringen al wat langer zijn. In het noorden een graad of 2. In het zuiden eerst nog wel een bui. En dan een temperatuur rond de 6 graden. Bij de zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Die zaterdag overdag in kracht gaat toenemen. Dat wordt een matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. Dan zijn er perioden met zon. Maar dus ook buien, misschien ook nog wel met hagel en onweer, met name landinwaarts. Temperatuur loopt op naar 8 of 9 graden, maar in zo'n bui is het echt een stuk kouder. Kan het zomaar 4 of 5 graden zijn. Zondag dan ook buien, maar waarschijnlijk ook meer bewolking. Of al die zonnetjes te zien zullen zijn, betwijfel dat een beetje. Zeker een groot deel van de dag zijn die buien toch echt wel samengeklonterd. Temperatuur niet veel anders dan de zaterdag. Opnieuw zo'n 8 of 9 graden. En ook weer die stevige wind uit westelijke richtingen. En de dagen erna, nou die maandag ziet er dan droog uit. Wordt het een graad of 10. En dinsdag en woensdag kan het 11 graden worden. Met later in de week toch ook wel weer kans op een bui. Maar dan zien we wel dat de temperatuur geleidelijk aan verder oploopt. Nog een fijne dag.